mooi zeggen. Van Anne. Thijs, wat is jullie daar nou van die Paul de Leeuw? Ja, ik heb altijd zo zien lachen, dus ik zou me eens vragen wat u ervan vindt. Nou, ten eerste was het een hele lange vlucht. Dat vond ik wel. En punt nummer twee, een plastisch chirurg is hier niet in de zaal, maar hij lost het zelf op een gegeven moment goed op. Grandioos. En Marcel, wat vind jij ervan? Nou, ik vind het wel goed. Mogen ze doorgaan? Ja, ze mogen doorgaan. Goed zo. Nou, doorgaan ermee dan, hè. Doorgaan. Ja, het is een liedje ook, we zullen doorgaan, maar... Ja. Ja, en nu krijgen we toch het moeilijkste, hè. Van, ja, het is vrouwenvleugel staat hier. Wat het is, weet ik ook niet. Ja, ik geloof dat dat die gevangenis is. Ik weet niet, voor die, ja, van het Rode Kruis, daar moeten ze allemaal even opletten natuurlijk. Want er zijn erbij die je zegt van nou, die hebben al zoveel uitgehaald, die horen er ook af en toe thuis hoor. Maar kant op. Ja, ik weet onderhand wel wie dat zijn, maar dat vertellen we niet, hè. Zo gauw ze eenmaal een weekend weg zijn, dan goed. Vrouwenvleugel, door Vera Men. Man, Vera, man, Vera. Stil van, dat heb ik al in de gaten.
Ja. Is dat nou moeilijk zo'n nummer? Nee, zeg ze. Nou, ik vind van wel. Ga jij bij de jury vragen? Ik vind wel. Ik wil wel eens weten wat dat nu is. Thea? Goed. Uitstekend. Ze leefde zich helemaal in haar rol van Vera Man. Nou, ik wil ze nog een keer horen. Nou, ze willen nog een keer horen. Nou, nee, nu nog niet. Hè, dat, we zullen wel kijken hoe ze uitkomen straks. Dat zien we vanzelf wel. Maar ik vind dat deze artiest toch wel een extra applaus verdient. Ja. Ja. En nu zitten we met problemen. Want nou staan er nog 1, 2, 3 liedjes op. En de artiesten, ja, daar staat René Kroger tussen. Nou, die is vanavond niet opgekomen dagen, die had geen tijd. Die is, door de een of andere manier verhinderd. En er staat een André van Duin op. En die is van de trap afgevallen of zo? Die is met dat pimbammen bezig geweest, maar die klok die heeft hij op zijn hoofd gekregen, ja. Hij wilde de klepel zoeken. Ik heb hem gevonden ook, maar boven op zijn hoofd, dus uitgevallen. Maar Mr. Big, die is wel aanwezig. Alleen, dat duurt even. Want Mr. Big die kwam vrij laat binnen, die is nou net binnengekomen en die moest nog gesminkt worden. Dus we moeten even een paar minuten wachten. Nou, de band die heb ik wel al gekregen. Want als het goed is heb je die al in je bezit gekregen van me. Want die had hij al eerder afgegeven. Maar we moeten alleen heel even wachten op Mr. Big. Dus er komt een kleine pauze. Maar dat geeft de jury misschien nog vast een klein beetje tijd om te overleggen met elkaar. Want het wordt toch wel heel erg moeilijk. En ik vind die artiest, dat van hand in hand. Ik vind, daar zal ik al eens iets van verklappen. Dat is een lied wat ook weer door die mee in de juryrapport met hem waarschijnlijk. En Mr. Big, ja, die kan er alleen dan op tussen komen. Maar als dan de jury al iets wil overleggen, dan hoeven we ook straks niet te lang uit te lopen. Niet dat we jullie weg willen hebben. Bezoek. Helemaal achter in de zaal is het vrij rumoerig. En als ze daar tijdens de liedjes ook wat rustiger willen wezen, dan is het vrij prettig voor iedereen. Ja, dat ze het allemaal goed kunnen horen, ook degene die achterin zitten. Ja, want die waarschijnlijk de hele achterste kant daar waar het vrij druk is. Maar dat durf ik voor de rest geen oordeel over te geven, maar doen we het rustig aan even. Dan hebben we nu het optreden. En de welkomst met een davend applaus, Mr. B. Let me be the one to show you. I don't know what you are saying.
even een kleine tussendoortje als de jeugd even allemaal naar de gang wil gaan. Ja, nee, deze Mr. Big die blijft hier nog even bij staan. Want ja, we willen toch nog even weten wat de jury ervan vond. Am, ga jij er even naartoe? Ja. Hanny? Hartstikke goed. Deze mooie. Ja, applaus.